Nou, dit is hoe je het opleest. Dat wordt niet, wordt in een bepaalde ceremonies lees je het op. Dus in feite wat je hier zegt is, ik neem een toevlucht tot de Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap. En dat is in feite de formule die in de oude teksten wordt gebruikt wanneer iemand zich maar bekeert tot het boeddhisme. En er is gewoon niet meer dan deze formule in de oudste teksten. Er is dus geen ceremonie om boeddhist te worden. Er is geen doopsel. Het is gewoon heel simpel. Ik neem een toevlucht tot de Boeddha. En het rare is dat heel vaak was het dus zo dat, ja, die mensen dan toch nog vaak bijvoorbeeld Hindoe-priester bleven. Het is dus niet helemaal duidelijk in welke mate het werkelijk gekoppeld was aan het zijn van een boeddhist. Het is waarschijnlijk meer zo dat het gewoon een uitdrukking was van devotie en dat het niet andere geloven uitsloot, in ieder geval niet in de tijd van de Boeddha. Maar in Thailand wordt het eigenlijk gewoon in heel veel ceremonies gebruikt. En het is niet zo dat je, als je het zegt, dat je dan meteen boeddhist bent of zo, omdat de meeste Thaïs zich sowieso als boeddhist beschouwen. Dus er is in Thailand niet een bepaalde ceremonie die veel wordt gebruikt en die echt aangeeft, nu word ik boeddhist. Er is enkel een formaliteit die jongere, wat oudere kinderen op de middelbare school, die doen die ceremonie om gewoon een soort van alternatief te hebben voor de christelijke, hoe noem je dat? Als een christen, zeg maar, op Op communie gaat. ja, communie, dat is het woord. Dus het is in feite een late traditie die een soort reactie is op ceremonies van het christendom. Maar in landen zoals China of Japan, in Oost-Aziatische landen, moest het boeddhisme altijd heel hard vechten om te kunnen blijven bestaan, te concurreren met lokale tradities, want het boeddhisme kwam natuurlijk niet uit China en Japan, maar uit India. En daar zie je dus wel heel sterke tradities van het zijn van een boeddhist en echt een soort van doopsel in feite. Maar die tradities ben ik dus niet goed mee bekend. En dus in zulke landen zie je ook dat mensen dus op een zeker moment zo'n ceremonie kunnen gaan doen. En dan ook zelfs een bijzondere naam krijgen. Een naam die wordt dan ook genoemd de naam van de naam die verbonden is aan de precepts of de sila's of de leefregels. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. In het Thailand is er niet echt een concept van het worden van een boeddhist. Ik heb zelf wel zulke ceremonies gedaan, omdat er vaak een vraag voor was in België. Maar in Thailand hebben ze op een gegeven moment gezegd dat ik dat niet moest doen, omdat het niet echt gebruikelijk was. Dus het is wel grappig dat heel anders ligt dan bijvoorbeeld doopsel in het christendom, bijvoorbeeld, of de nadruk op het bekeren van mensen tot een andere identiteit, zoals je dat vindt in veel andere religies. Maar dat wil niet zeggen. Sorry? Maar is het dan als je langere tijd het klooster ingaat en daar blijkt, dat is toch eigenlijk al de omkeer eigenlijk Ja. Ja. naar het Dat is zeker een proces waarin je geleidelijk aan het leer van het boeddhisme meer leert kennen en ook meer eigen maakt. Maar er is niet een duidelijke stap van nu ben ik over de entree heen en nu moet ik me aan allerlei regels gaan houden. Je kunt natuurlijk gewoon op een gegeven moment zeggen van nee, ik beschouw mezelf als boeddhist en ik wil daarom dit niet meer doen en dat wel doen. Dat kan je zeker doen en daar is niks mis mee. Maar in Thailand is het dus altijd, wordt boeddhisme meer gezien als een soort van geheel van oefeningen en goede ideeën die je dus in meer of mindere mate eigen kunt maken. Maar veel Thaise mensen vinden dus wel dat ze eigenlijk, omdat ze als boeddhist zijn geboren, dat ze er iets mee moeten, in meer of mindere mate.
En dat is nog sterker in landen zoals Sri Lanka, Burma, die gekoloniseerd zijn voorheen. Dus dat is zeker een gebruik. Maar zelfs in landen zoals Sri Lanka en Burma is het ceremonie van het worden van een boeddhist niet zo'n big deal zoals in Oost-Aziatische landen. Dus in Theravada is dat nooit echt een... omdat in Theravada-landen, dus Zuidoost-Azië en Sri Lanka, is eigenlijk is er al nooit veel concurrentie van andere religies geweest, zoveel. Wel wat, maar niet heel veel zoals in Oost-Azië. Dus daarom is die... Die drang is niet nodig, hè? Nood is niet nodig, ja. Snap het. Ja. Ja. Maar het is dus wel een soort uitdrukking van devotie om te zeggen, ik neem een toevlucht tot de Boeddha, de Dhamma, de Sangha. Alleen dat zeg je zo vaak dat het niet het idee heeft van nu ben ik ineens een boeddhist of zo. Dat is meer een onderdeel van het geheel.